Baklava en ander zoetigheid. Het einde van de Ramadan voor de moslims is in zicht en de voorbereidingen voor het suikerfeest zijn in volle gang. En het is bij Antep Dalisi op de Kruisstraat niet anders. Kilo's baklava is er besteld. Ja, dat betekent extra drukte voor ons. Ja. Het wordt verkopen heel veel baklava soorten. Mensen komen s'morgens voor opaarden en dan gaan ze s'morgens maar klaarleggen voor de suikerfeest. Voor de moslims is het vandaag nog even afzien met al dat lekkers, want er mag morgen pas van gesnoept worden. En dan is het 3 dagen lang suikerfeest.